Mocht je het nog niet weten, Power Unlimited bestaat dit jaar 30 jaar. Dat betekent dat we al 30 jaar lang samen met jou de allerbeste games meemaken. De perfecte tijd om even terug te blikken op de mooiste, leukste en meest impactvolle games van deze tijd. Jurjen zette zijn beste games op een rij van 1993 tot en met 1998 en begon met Doom. Doom zorgde voor de doorbraak van first-person shooters bij het grote publiek en was stukken interessanter dan de platte schietspellen die tot dan gebruikelijk waren. Het was ook veel heftiger, omdat de game de demonen en ondoden in grote groepen en hoog tempo op de speler afstuurde, terwijl de meeste gamers zoiets nog nooit in 3D en first-person hadden beleefd. Ook Super Mario 64 heeft een speciale plek. Tot dan toe rende Mario alleen van links naar rechts, of andersom, maar op de Nintendo 64 kwam de eerste 3D Mario uit de buizen en kon werkelijk in alle richtingen rennen en springen. En oh, wat voelde dat goed! Vrij springen op die driedimensionale heuveltjes met dat imposante kasteel op de achtergrond. En dan Resident Evil. Die bracht videogames naar een nieuw hoogtepunt met een feilloos opgebouwde horrorsfeer, waarin rustige zoek- en puzzelpassages regelmatig werden doorbroken door plotselinge monsteraanvallen en gore uitspattingen. Als speler kreeg je het gevoel dat je in je eigen horrorfilm figureerde, waarin elke stap je laatste kon zijn. Die games waren allemaal 3D, maar 2D was zeker ook niet dood. Dat bewees Castlevania Symphony of the Night. Eén grote spelwereld met een duidelijk kaartsysteem en power-ups die toegang tot nieuwe gebieden mogelijk maakten. Tel daarbij de RPG-elementen, het heerlijke griezelsfeertje en de filmachtige plotwendingen en het resultaat is een avontuurlijke beleving die aan alle kanten klopt. En hoe kan The Legend of Zelda Ocarina of Time ontbreken? Technisch gezien is Ocarina of Time geen open wereld game, maar de game gaf je wel dat opwindende gevoel dat je in drie dimensies alle kanten op kan. En dat je alles wat je in de verte zag gloren kan bereiken. Een game die je tientallen uren lang van het ene naar het andere hoogtepunt voert. Simon bepaalde de beste games van 1999 tot en met 2004. En de eerste game die voor hem een plekje op deze lijst verdient is Deus Ex. Het is niet niks om een nieuw genre te creëren, maar dat is precies wat regisseur Warren Spector deed. De rauwe cyberpunkwereld waarin we met geheimagent JC Denton corporate complotten ontrafelden, deed alles wat Spector al jaren voor ogen had. En ook de eerste 3D GTA game kan niet ontbreken in dit lijstje natuurlijk. Grand Theft Auto 3 werd een van de meest baanbrekende games aller tijden. En als je het niet speelde, dan hoorde je de verhalen wel. Over een open spelwereld, cheatcodes en autosjatten, het derde eiland. Het was een beklemmende portrettering van de maffiawereld in New York. Er is een leven voor Halo 2 en een leven daarna. Opeens is online gaming op console een ding met een first-person shooter. Soms heb je wat jaren nodig om te beseffen hoe groot een bepaalde stap was, maar ten tijde van Halo 2 voelde iedereen in de industrie dat we zojuist de drempel van een nieuw tijdperk gepasseerd waren. Sprekend over een nieuw tijdperk, je kunt Half-Life 2 niet overslaan natuurlijk. Het was ondenkbaar dat de impact van Half-Life 2 zo groot zou zijn als die van zijn voorganger, maar toch is dat precies wat er gebeurde. Hele grote games zijn vaak of vernieuwend of perfect. Slechts enkele zijn beide. En dit is er één van. Setting of verhaalvertelling, de introductie van physics als nooit tevoren, pacing, gameplay, graphics, wat je ook opnoemt, Half-Life 2 deed werkelijk alles perfect. En dan natuurlijk World of Warcraft. Niet alleen het einde van de RTS-versie van Warcraft, maar hele volkstammen groeiden met deze MMO op. Wat volgde was een sloten MMO's die de geldkraaf van Blizzard wilde evenaren, maar geen game kwam ook maar in de buurt van het legendarische World of Warcraft. De beste games uit 2005 tot en met 2010 werden door Wouter bepaald. En de eerste game waar we niet omheen kunnen is The Elder Scrolls 4, Oblivion. Vanaf het moment dat je de eerste dungeon uitstapt en de groene pracht van de keizerlijke provincie met in de verte The Imperial City aanschouwt, tot en met het ontstaan van The Avatar of Akatosh, de rijke wereld van Oblivion zuigt je helemaal op.
Een andere game die je aandacht compleet kon opzuigen in die tijd is Guitar Hero 2. Mede dankzij de bangers van nummers zoals Sweet Child of Mine van Guns N' Roses, Them Bones van Alice in Chains en Woman van Wolfmother. Er is een hele generatie gamers die deze diep in hun harten hebben gesloten dankzij Guitar Hero 2. Een andere permanente klassieker is Burnout Paradise. Een geweldige race-serie die terechtkwam in een fantastische open spelwereld. Zonder dat het inboet op spectaculaire crashes, gestoorde stunts en tot de verbeelding sprekende fantasiewagens waar Burnout bekend om stond. Leuker dan dit wordt het simpelweg niet op het gebied van racegames. Resident Evil 5 is ook een game die voor altijd een speciaal plekje heeft in onze geschiedenis. Ook zonder medespeler is de story mode van Resident Evil 5 een bloedstollende, actievolle en lekker gestoorde ervaring. Precies wat je van een Resident Evil verwacht. Wat deze game vooral zo fantastisch maakt is de enorm gestroomlijnde, impactvolle en badass uitziende third-person shooter actie die nog steeds heerlijk wegspeelt. De laatste legendarische titel uit deze periode is Mass Effect 2. Elke quest die je doet en elke beslissing die je maakt heeft zoveel impact op niet alleen het verloop van het verhaal, maar ook op het einde ervan. En dat hadden we nog nooit eerder, en daarna eigenlijk ook niet, meegemaakt. De missies voelen daardoor zwaarwegend en hebben merkbare gevolgen voor het enorm geloofwaardige universum van de game. Jacco koos voor ons de beste games uit de jaren 2011 tot en met 2016. En dat begint bij Portal 2. Portal 2 voelt in tegenstelling tot het origineel niet aan als een veredelde tech-demo. Het is een volwaardige game die ons brein zo hard breekt dat we er nog steeds van moeten bijkomen. Al is de moeilijkheidsgraad van Portal 2 niet het grootste speerpunt. Dat is het design van de puzzels, dat je hersenen masseert. Bij het schieten van portalen moet je rekening houden met snelheid, hoogte, timing, lasers, knoppen en het geweldige commentaar van GLaDOS. Een lijst met het jaar 2011 kan natuurlijk The Elder Scrolls 5 Skyrim niet vergeten. Skyrim werd een begrip onder mensen die eigenlijk nooit RPG speelden. Vanaf het moment dat je als Dragonborn de wereld instapt, staat je vrij om te doen wat je wilt. Word de leider van de Dark Brotherhood, werk je omhoog als de leider van de Companions, of wordt een meesterdief door een emmer op het hoofd van een NPC te zetten en hele winkels leeg te rousen. Een andere game die een begrip werd onder niet-gamers is Minecraft. Het lijkt alsof miljoenen gamers hun tijd verspeelden, maar in werkelijkheid bouwden ze werelden en eigen verhalen met vrienden. Of gewoon een plek om even bij te praten over school. En zo zijn er letterlijk miljoenen kinderen, een hele generatie, die nu als volwassenen de vruchten plukken van deze ontzettend creatieve game. Er zijn weinig games die zoveel impact hadden als The Last of Us. Het acteerwerk, hoe het je laat voelen, was gewoon van een ander niveau. De talloze heruitgaven en de eerder dit jaar verschenen HBO-serie bewijzen dat Ellie en Joel's verhaal tijdloos is. Het behandelt thema's die daarvoor amper werden verkend in games en doet dat op een ontzettend genuanceerde wijze. Iedereen weet nog waar hij was toen Grand Theft Auto 5 uitkwam. De spelwereld is tot op heden nog altijd een van de meest gedetailleerde in games. Met mensen die zich realistisch gedragen, ontzettend diverse locaties en verwijzingen naar het belachelijke, neppe leven in Los Angeles. Maar GTA Online is natuurlijk de echte reden waarom deze Grand Theft Auto het eeuwige leven lijkt te hebben. Het is de GTA-MMO waar we eigenlijk al jaren van droomden. Met gigantische content-updates die Los Santos flink uitbreiden en spelers helemaal los laten gaan. En last but not least in deze periode, The Witcher 3, Wild Hunt. Weinig RPG's komen in de buurt van het schrijfwerk in deze game. De vele twists, lastige keuzes en spannende horrormysteries maken van The Witcher 3 een kroonjuweel van het medium. Marvin koos de beste games van 2017 tot en met 2023. En wie aan 2017 denkt, denkt aan The Legend of Zelda Breath of the Wild. Niet alleen markeert die game de start van een nieuw tijdperk voor Nintendo, het is ook nog eens de game die een toch al legendarische franchise naar nog hogere hoogtes bracht. Hyrule is beeldschoon met adembenemende vergezichten, verdomd interessante lore en een hoop kleurrijke personages die elke speelsessie memorabel maken. En wie is er niet nog steeds verliefd op de wereld van Red Dead Redemption 2?
De enorm gedetailleerde en diverse omgevingen, de flora en de fauna en die waanzinnige graphics. Regelmatig moet je gewoon even stilstaan, op of naast je paard, en jezelf eraan herinneren om je controller ietsje verder van je af te houden, voordat je hem helemaal onderkwijlt. Deze periode was ook ongekend door de coronapandemie. Gelukkig was er een game die veel mensen door de lockdowns bracht, Animal Crossing New Horizons. Voor een paar maanden werden zelfs de meest casual gamers de meest hardcore verzamelaars. Animal Crossing is enorm toegankelijk en tegelijkertijd diepgaand genoeg om je wekenlang af te leiden. Iedereen had ineens een eigen eiland, verzamelde nookmiles aan de lopende band en wilde een eigen paradijsje creëren. Een rustgevende oase in een turbulente tijd. Een eigen, digitale vakantiebestemming. Natuurlijk mag de GOTY van vorig jaar niet ontbreken. Elden Ring. Zoveel meer dan alleen de iconische moeilijkheidsgraad, de talloze manieren waarop je jouw personage kunt laten vechten en de intrigerende en moeilijk te bevatten lore. Het biedt een prachtige open spelwereld vol gevaar waar je in eerste instantie liever met een boog omheen loopt. En dan 2023, een jaar vol geweldige games. Natuurlijk de beste manier om 30 jaar puur te vieren. We moeten de GOTY van dit jaar nog kiezen, maar volgens Marvin is dat Baldur's Gate 3. Niet alleen is dat een bijna perfecte game, zeker voor iedereen die Dungeons & Dragons een warm hart toedraagt. Niemand kon om het spel heen toen het dit jaar uitkwam. Er zijn weinig games die overduidelijk een 100 verdienen, maar Baldur's Gate 3 is daar één van. De beste games van de afgelopen 30 jaar. Nou ja, zo ongeveer dan. Er zijn zoveel goede games uitgekomen dat jij er vast een paar zou vervangen voor een andere. Laat in de comments vooral jouw favoriete games van de afgelopen 30 jaar achter. En met deze video sluiten we ook onze viering van 30 jaar puur af. Iedereen bedankt voor de laatste 30 jaar. Het bezoeken van onze expositie in beeld en geluid en de vele, vele herinneringen. Kijk vooral onze andere content terug, zoals de Powerpraat afleveringen met oud-redacteurs. En abonneer je even op ons kanaal, want we zijn nog lang niet klaar.